ben Sophie en ik wil Formule 1 coureur. Volgens mij rij je vandaag je eerste race hier. Ja. Ik was 4, Marleen was 5. Sophie die was best wel goed en ik niet, maar ik ben nooit goed geweest. Alleen Sophie die kan heel chagrijnig worden als zij 4e werd en ik kan heel vrolijk worden als ik allerlaatste werd. Ja Kim, jij bent gewoon zo slecht als ik weet niet wat. Ja, dat weet ik ook. Je reed gewoon minder op de baan. Sophie die ziet gewoon 4e ook als verliezen. In de top 3 dan win je en anders verlies je. Ik zie gewoon van hey, ik heb een leuke wedstrijd gehad. Ja, maar een leuk wedstrijd is niet helemaal genoeg. Ik rijd nu bij het Nederlands kampioenschap. Als ik op de kaartbaan rondloop als bijna enigste meisje, dan vind ik het best wel gewoon normaal. Sommige mensen zeggen van, ja, waarom kaart je als meisje? Kaart, dat is meer een jongensport en paardrijden is meer een meisjesport. Paarden vind ik echt heel. Niks te doen. We zijn beland bij de 5e NK hier in de Grieks. 35 deelnemers aan de nieuwjaarsklasse en kattenbouw bij de Eredaal van 12-jarige Sophie Lansing. De meeste jongens willen graag Nederlands elftal spelen volgens mij. Dan denk ik, ja, dat hoef ik allemaal niet. Ik wil liever een Formule 1 rijden. Ik heb gewoon een droom. Sneller. Ik ben blij vandaag. Nee, het was mooi weer. Ik ben weer lekker bruin geworden. Ik heb een gelukkig kind gezien. Wat wil je nog niet? Tussen. Eerste plaats. Oh, nee. En dit was de 4e plaats. Dat was gewoon flut. 4e plaats is niet flut, Sophie. Eigenlijk was het gewoon hartstikke goed. Want eigenlijk, je zit altijd binnen de eerste 4. Ja, dit is de eerste beker die ik heb gekregen in 2004. Wel grappig is eigenlijk op de kleinste. Ja. Ja, zeker? Nee. Dit is de laatste. Dit is oktober 2006. Tenminste, volgens mij heb jij in 2006 geen wintercup meer gedaan. Want in februari 2007 werd je ziek. Ik ben op mijn 9e ziek geworden, dat was in groep 5. Ik heb een ziekte, dermatomyositis, een spierziekte waarvan je spieren gaan krimpen. Kleiner worden. Ik kon niet meer fietsen, ik kon niet meer de trappen lopen, ik kon niks meer. Ik kon zelfs geen glas meer naar mijn mond tillen. Heel weinig mensen hebben deze ziekte. Het zijn vooral kinderen die dat hebben. Bijna niemand wordt meer beter van die ziekte, want het is een chronische ziekte en het is eigenlijk ongeneeslijk ziek dus. Ik zat in de rolstoel en de dokter zei toen tegen mijn ouders van ja, ze zou nooit meer uit de rolstoel komen. Papa had mijn kaart al verkocht. Ik zou ook dood kunnen gaan, maar dat wist ik dus niet. Ik wou niet in de rolstoel zitten, want dat vond ik een beetje gehandicaptachtig. Op een gegeven moment heb ik een plan gemaakt om uit de rolstoel te komen. Eerst wou ik weer gaan fietsen, daarna wou ik weer in de kaart. Dat zo is het dus eigenlijk gewoon gegaan. Til je been eens omhoog en ik kijk wie de sterker is. Als je 5 jaar in behandeling bent en dan krijg je het niet meer terug, dan ben je eigenlijk genezen. Ik ben nu al 3 jaar bezig en dan hoef ik nog maar 2 jaar. Dus ik geef nooit op. Nooit. Ik heb een keer een weekend gehad, had ik een krachtwedstrijd en had ik ook nog een voetbalwedstrijd. Dan heb ik eigenlijk al te veel gedaan. En dan lig ik gewoon 2 weken een beetje saai niks te doen, omdat ik boos. Weet je nog, deze deur? Nee, jij hebt de deur alleen maar van de andere kant gezien. De kikker. De kikker. Hier lag je. Zo ziek als je daar toen lag. Als ik hier voor die deur sta en denk, ja, sorry. Dan komt gewoon dat gevoel weer terug, dan zie ik Sophie liggen. En als ze dan hier rondloopt, dan hebben we gewoon... Mensen zeggen, je moet je ziekte accepteren. Dan luister ik eigenlijk geen eens naar. Dan denk ik, ja, doe even plezier met je ziekte accepteren. En dan loop ik gewoon meestal weg bij die mensen. Als ik geen zin heb om te praten, dan zing ik eigenlijk een liedje in mijn hoofd om niet te horen wat diegene zegt. Niet hardop, maar gewoon in mijn hoofd, zodat niemand het kan horen.
er aan de hand? Teleurstelling of zeer gedaan? Chagrijnig. Ik zou de timer nog halen, maar ik denk dat je best wel goede tijd hebt gered. Hou maar op. Wat? Hou maar op. Is goed, ik ga je maar het werk, anders krijg ik hem niet klaar. Ja, straks haal ik nummer 10 zeker in. Ik wil gewoon zo snel mogelijk eigenlijk naar Formule 1, dus moet ik snel ouder worden. Eigenlijk wil ik gewoon de jaartallen gewoon 5 jaar opschuiven, dat ik dus 5 jaar ouder ben. De Formule 1 is gewoon helemaal wereldberoemd en zo. En het is ook wel leuk om wereldberoemd te zijn. De belangrijkste stap om Formule 1 coureur te worden is om gescout te worden voor een goed team. Ik zou graag gescout willen worden door Team TKP. Dat zijn al die mensen in die oranje jasjes en die oranje kaart. Ik rijd altijd met nummer 15. Eigenlijk een blauwe kaart, maar mijn vader heeft de oranje stickers opgedaan, zodat het lijkt op de kaart geworden door Team TKP. Ze hebben ook een eigen tent. Daar worden tussen alle wedstrijden door aan tijdtraining hun kaart in orde gemaakt. Dus ook weer sneller en zo. En als ze mij dan ook daarbij zouden willen, dan zou dat wel betekenen dat ik eigenlijk weer net zo goed ben als voordat ik ziek werd. Hoe vind je dat? Top, ook niet. Deze kaart is gewoon mooi en het stuurt veel lichter. Dus dan word je minder snel moe met de race als bij die kaart die ik zelf heb. Als ik in zo'n kaart rijd, dan word ik nooit mijn laatste. Want ik ook Formule 1 coureur en dan kan niemand me zeggen dat ik gehandicapt ben. Herkansing doet ze niet bij de schieten hoor. Lachen. Zeker dat je gaat vertrekken goed gaat maken. Goed. Ik ga me goed maken. Goed eten, goed slapen. Bij de zin mag ik voor dan? Nee. Valt wel mee. Moeten we weten dat. Nou, appeltje eitje dan. Maar niet het hele leven bestaat uit plezier maken, voetballen en karten. Ja. Dat ja, weet ja, ik. Ja. Nee, dat weet ik. Ja. Daar gaat het wel om. En mijn carrière als beroepscoureur zit er niet in. Als je het nou altijd al niet vol kunt houden. Volgens mij als Formule 1 coureur moet je volgens mij meer gaan communiceren. Zal je dat niet hebben? Zal ik helemaal dat je een school van hebt? Als ik moe ben, dan denk ik wel van, laat het toch allemaal lekker gaan. Vind ik het ook allemaal wel weer best, dan ga ik gewoon in bed liggen. Denk je dat je Formule 1 racer kunt worden? Zoals nu op dit moment is niet. Omdat ik daar gewoon nog eigenlijk te slap voor ben. Je bent eigenlijk best wel soms. Dat komt misschien ook door je ziekte, maar soms dan ben je, als je dan chagrijnig bent, ben je echt heel chagrijnig. En dan doe je moeilijk om de kleinste dingen. Dan kan je nog ineens een koekje eten zonder dat jij boos wordt. Sophie, dat is heel irritant. Dat is eigenlijk best wel stoer doen. En niet. Maar jij zegt dat dat meteen jongensachtig is. Ik zeg wel, maar we hebben ruzie. Ik praat niet meer met jou, echt waar. Ja. Ik bedoel, ik probeer dan ook een gesprek te voeren. Allee, als hij dan deelt, zeg maar, mij niks uit. En dat kan mij niet schelen. Ik wou dat dan ook wel. Ik wil daar ook niet boos hebben. Zij gaat meteen mee met de jongen op gelijk. En als ze tegen jou zeggen, hé, je bent een Tommy girl, dan lach je erop. Ja. Maar wat is dat dan? Sorry hoor. Jongensachtig meisje. Jongensachtig meisje. Ja, maar Marleen begint mij meteen met een hele jongen te vergelijken. Maar goed, ik heb gevoeld dat ze daar wel vaker heeft. Ik denk dat het ook de vermoeidheid van de dag is, Leen. Maar jullie lopen nu allemaal borst onder mij. Nee, ik loop niet op jou te mollen. Ik probeer alles goed te doen voor Marleen, maar ze wil het gewoon niet goed maken. Vooral als ik moe ben, dan word ik vooral chagrijnig en boos. Als ik boos ben, dan verschouw ik dat dan zelf als een beetje chagrijnig. Ik kan veel boos worden, weet ik van mezelf. En dan zeggen sommige kinderen van, wow, waar ben jij boos? Terwijl ik denk van, ja, maar ik ben eigenlijk niet boos. Met Marleen heb ik nog best wel ruzie. Daar heb ik achteraf heel veel spijt van. En dan ga ik weer naar haar toe en zeg ik weer sorry. Marleen heeft volgens mij wel 15 keer per dag sorry.
weet niet. Dus ze is gewoon heel lief. En ja, zus. Gewoon een lieve zus. We zijn op weg naar Tom Vink. Hij heeft net mijn motor getuned. Ik vind het best wel spannend om naar zijn werkplaats te gaan, want hij is teambaas van TKP. Dat is het team waarvoor ik ooit zou willen rijden. Kom, ga naar die herrie toe. Ik vind die motorkast gewoon heel mooi. Al die namen die erop staan, die zijn wel echt heel erg bekend. Goeie karters, hele goede karters. Daar moet ik dus ook gewoon eigenlijk bij staan. Hoi, hier was er nog. Hebben we allemaal klaargezet. Weet je wat het is of niet? Ja, die natuurlijk. Nee, maar die motor die hebben we vies gelaten, want we hebben maar even een ander motortje gepakt die wat harder gaat ook. Moet je de hoesten maar even afhalen. We volgen je al een tijdje en dat, we vinden dat je best wel heel erg goed je best doet. Dus we hadden zoiets bij die nieuwe motor, leveren we ook meteen een nieuwe kart. Dus dan kan je bij ons komen rijden. En dan gaan we eens kijken hoe ver we jou naar voren kunnen brengen in de Minimax klasse. Dankjewel. Alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft eens zitten? Ja, tuurlijk mag dat. Dit is mijn eerste stap naar Formule 1 en dat is cool. Je weet nog hoe het ging de vorige keer allemaal? Ja, mag je eerst op de fiets komen klimmen? Komt-ie. Bij de fietstest moet ik zo lang mogelijk fietsen. In het begin, toen ik ziek werd, hield ik het nog geen minuut vol en eigenlijk hoop ik nu langer de 8 minuten vol te houden. Dan weet ik in ieder geval dat ik niet achteruit ben gegaan, maar vooruit. En dat ik nog steeds win van mijn ziekte. 4, 3, 2, 1. En begin maar met fietsen. Kom, weet je dit al? Lukt je? Hartstikke goed hoor. Heb je heel goed gedaan. En dat we nu eigenlijk zitten met waarden boven normaal. Nou, alles ziet er helemaal gezond uit. Eigenlijk om Tom van de 1 keer wat te worden, is eigenlijk gewoon een droom. Het hoeft eigenlijk geen eens echt te worden. Het is wel leuk als het echt zo wordt, maar het hoeft niet echt. Maar die droom die heeft mij gewoon verder geholpen in mijn leven.